Voor de afgelopen 18 jaar van mijn leven heb ik in dit dorp genaamd Boskoop gewoond. Een klein dorpje uit Zuid-Holland waar eigenlijk niemand ooit van gehoord heeft. Het is een standaard boerendorp met een klein centrum en wat woonwijken. Het wonen in Boskoop is niet verkeerd, omdat het er lekker rustig is en ik er veel mensen ken. Ik ben altijd al iemand geweest met grote dromen en gekke ideeën. Daarom hoop ik binnenkort ook naar Amsterdam te verhuizen. Ik reis nu elke ochtend 1,5 uur naar school. En als ik eerlijk ben ik er na 2 weken al helemaal klaar mee. Als ik in Amsterdam rondloop, dan geniet ik van alles wat ik zie. De vele culturen die allemaal samenkomen op één plek en de eindeloze kansen en mogelijkheden die de stad biedt. Ik zit nu in mijn eerste jaar van communicatie en multimedia design aan de Hogeschool van Amsterdam. In deze studie kan ik me lekker creatief uitleven, maar ook nog dingen leren. Een goede combinatie voor mij, omdat ik gewoon niet stil kan zitten. Ik geloof dat de toekomst van media digitaal is en ik wil daar later ook graag op inspelen. Naast mijn studie ben ik vaak met creatieve dingen bezig. Zo neem ik overal mijn camera mee naartoe om foto's van alles en nog wat te maken. En wil ik graag de herinneringen bij mijn vrienden vastleggen. Verder sta ik in het weekend graag op de golfbaan en probeer ik ballen zo ver mogelijk te slaan met een van mijn beste vrienden. Wat niet altijd lukt. Everywhere I go, you know I'm with the team. With the team. Vinny right there on the left, he playing C's. Playing C's. Out in LA, everything ain't what it seems, but we. Ook is reizen een van mijn grootste hobby's. Ik kan nergens meer van genieten dan ontsnappen van de schoolstress en het drukke leven in Nederland. Door op reis te gaan en voor een paar weken me nergens druk om te maken en een nieuwe cultuur te leren kennen. Buiten al die hobby's en schooldrukte hang ik graag met de jongens uit mijn kleine dorpje in Zuid-Holland die ik al van kleins af aan ken. Omdat alles tijdelijk is en ik misschien binnenkort wel in Amsterdam woon, probeer ik altijd de meest gekke avonturen met ze te beleven en de leukste herinneringen met ze te maken. Bedankt voor het kijken naar mijn allereerste video. Wil je nou meer zien van mijn video's? Vergeet dan niet te subscriben op het YouTube kanaal van de Hogeschool van Amsterdam en een duimpje omhoog te doen.